Een gelijkspel vandaag, de knock-out fase, kan ze niet meer ontglippen. Lukt dat vandaag om dat ene benodigde puntje binnen te halen? Goeiedag en van harte welkom allemaal in het Estadio Santiago Bernabeu in Chamartín, Madrid. Jeroen Gutter hier naast me en ikzelf, Sander Vos, wij zullen de actie voor u verslaan. En we gaan kijken naar een wedstrijd in de groepsfase van de UEFA Champions League. Dit is Real Madrid, dat de krachten zal meten met Ajax. Ook jij van harte welkom, Stuart. De bezoekers hebben zichzelf beloond met een ideale uitgangspositie, want ze kunnen zich vandaag al plaatsen voor de knock-outfase. Zal dat ze lukken? We gaan het zo dadelijk zien. Dit is vandaag de basiself van Real Madrid. Ja, dit elftal heeft gewoon graag de bal. Ze zijn erin gespecialiseerd om die bal in de ploeg te houden en rustig rond te laten gaan. Ja, dat is ook waar ze bekend om staan. Het is een type voetbal dat prachtig om te zien is. En feitelijk zijn ze daardoor ook kwetsbaar, omdat ze bijna altijd de bal hebben. We zijn inmiddels over de helft van de groepsfase. En na vandaag zijn er nog maar twee wedstrijden over in het gevecht om het bereiken van de knock-outfase van de Champions League. Ja, elke misstap kan nu fataal zijn. En dat beseffen de spelers natuurlijk ook. Vandaag stuurt de coach van Ajax deze elf het veld. De bekende 4-3-3 met vleugelspelers. Dus inclusief het gevaar vanaf de vleugels. En we zijn begonnen aan dit avontuur in de groepsfase van de Champions League. Goed gezien. Prima werk. Bal gaat uit naar die ingreep. Ingooi voor de tegenpartij. Casemiro. Gaat er zomaar in. Ah, net over. Wat een lel zeg. Diop. Tot dusver doen ze het uitstekend in dit toernooi, de bezoekers. En ze kunnen zich vandaag al plaatsen voor de knock-outfase. Ja, de knock-outfase loopt, hè. Trekker overgehaald. Die bal gaat er bijna in. Ja, misschien dat hij iets minder hard had moeten schieten. Federico Valverde. Rodrigo. Alvaro Odriozola. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Ajax heeft de ruimte daar gevonden of gecreëerd. Langs de rand van het veld.
Daar voorkomt hij narigheid. Alvaro Odriozola. En we wisselen weer van balbezit. Paas wordt eruit gehaald. Nog steeds in aanval. De keeper krijgt zijn vingertop achter de bal en redt. Schiet! Een prachtige uithaal! Oh, wat mooi! En die bal ligt in het net. Fantastische volley! Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. Ja, dit zijn van die voorzetten waar je als speler van droomt, hè. Je hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. En dan die afronding, ja. Hard geschoten, hè. Maar ja, de richting is perfect en dan is er voor een keeper eigenlijk geen beginnen meer aan. De frustratie begint nu op te lopen, hoor, bij de trainer. Het zal echt beter moeten, nu ze op achterstand zijn gekomen. De score is geopend. Het is 1-0. En maar meters maken met die bal. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Zou wel eens wat kunnen worden. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Heerlijk gekiept door Courtois. Och, zie die trainers tekeer gaan. Hij is niet tevreden over die gemiste mogelijkheid daar. Dat was hun kans om gelijk te maken. De bal komt voor het doel. Het gevaar wordt eruit gehaald. Davy Klaassen. De voorzet wordt opgevangen door een tegenstander. Die kan uitverdedigen nu. Alvaro Odriozola. Met die tackle komen ze weer aan de bal op de helft van de tegenstander. Voorzet wordt teruggelegd. Hij weet het schot tegen te houden. De tegenstander mag ingooien naar die actie. Real op de helft van de tegenstander. Ah, de verdedigende partij heeft geen problemen met zo'n bal. Davy Klaassen. Komt hij tot een schot? Bal via Courtois. Het spel gaat verder. Via een tegenstander komt de bal achter. Dus we krijgen een hoekschop. En we kijken nog eens hoe ze de voorsprong hebben gepakt. Prachtig hoor, zo'n goal uit de volley. En deze zat er heel goed in. In het midden van de 16. Nee, er zit iemand tussen. Hij legt hem bij de tweede paal. Oei, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Qua balbezit gaat het niet goed met de thuisploeg. Maar daar zullen ze zich bij deze stand geen zorgen over maken, denk ik. Ja, gevaarlijke steekbal. Vinicius. De tegenstander kan zich herstellen. En de aanval loopt al dus spaak. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Nog steeds gevaarlijk. Ja, hij maakt het doelpunt. En weer staan ze gelijk.
counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Hij is duidelijk niet fit meer. Lucas Digne. Toni Kroos. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Daar is dan toch het gevaar. Ja, goal! In korte tijd gaat ook deze bal erin. Op deze manier gaan ze winnen. Soms gebeurt er helemaal niets in een wedstrijd. En soms maak je er twee achter elkaar. Ja, dat ging snel zeg. Zie me schaam daar, is de coach wakker. Die is goed blij hè, met dat doelpunt. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. De bal gaat naar Rodrigo. Hier het offensief van Real Madrid. Op de brommer er voorbij. Voorzet in de 16. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Ryan Gravenberg. Met een tackle pakt hij de bal af. 2 minuten blessuretijd. Er wordt gefloten voor buitenspel. Hij dacht dat hij de bal kreeg, kwam al in beweging, maar ja, de paas bleef uit. Die ingreep is niet volgens het boekje hoor. Waarschijnlijk geel. Gele kaart voor die actie. Nou, flinke overtreding inderdaad. Voor die sliding moest de scheidsrechter wel fluiten. Je kunt aan dat bedenkelijke gezicht wel zien wat de trainer ervan vindt. Hij wil gewoon dat de spelers hun hoofd erbij houden. Ryan Gravenberg. De bal is hij kwijt naar die tackle. De eerste helft is achter de rug en ze lijken zich vandaag al te verzekeren van een ticket voor de knock-outfase. Ja, zie het, ik denk dat je gelijk hebt. Of het moet wel heel raar gaan lopen in de tweede helft. Maar dat zie ik niet gebeuren. En we zijn begonnen aan dit avontuur in de groepsfase van de Champions League. Casemiro. Ah, net over. Wat een lel zeg. Trekker overgehaald. De keeper krijgt zijn vingertoppen achter de bal en rent. Schiet! Een prachtige uithaal! Oh, wat mooi! En die bal ligt in het net! Fantastische volley! Ja, dit is er een voor het Rijks. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Heerlijk gekiept door Courtois. Nog steeds gevaarlijk. Ja, hij maakt het doelpunt en weer staan ze gelijk. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Daar is dan toch het gevaar. Ja, goal! In korte tijd.
meter tijd gaat ook deze bal erin. Op deze manier gaan ze binnen. Gele kaart voor die actie. Nou, flink over. We hervatten de wedstrijd met het tweede bedrijf. Real Madrid staat vooralsnog op achterstand. Casemiro. Casemiro hier. Toni Kroos. Lucas Digne. Casemiro aan de bal. Federico Valverde. Langer balbezit nu. En dan goed opletten of er ergens een gaatje valt. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Met visie gespeeld hoor. Tackle in het eigen doelgebied. De aanval van Real Madrid. Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. Real Madrid. Een geweldige goal en zo staat het weer gelijk. Toch wel bijzonder hoor. Ze staan voortdurend onder druk. Maar dan ineens in de omschakeling ontstaat de kans. En die wordt ook meteen afgerond. In plaats van even te wachten, wisselen de coaches op hetzelfde moment. Wat een prachtige teamprestatie als je zo'n achterstand goed weet te maken en weer op gelijke hoogte komt. Die bal is hij kwijt. Movimiento del banquillo del Real Madrid. Saldrán dos jugadores al campo. De tackle op eigen helft loopt goed af. Anderson Talisca y con el 20 Vinicius. Entrará en la cancha con el 20. Casemiro. Casemiro, zo'n steekpaasje. En met dat doelpunt nemen ze de leiding. Tiki-taka in optima forma. Kijk eens eventjes hoe de bal rondgaat. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De frustratie begint nu op te lopen hoor, bij de trainer. Het zal echt beter moeten nu ze op achterstand zijn gekomen. Hopelijk kan de wisselspeler iets aan die achterstand doen in deze tweede helft. Dat was alweer het vijfde doelpunt. 3-2. Lekkere steekpaas. Hij heeft hem vast. Rodrigo. Hier is Anthony Martial. Hier het offensief van Real Madrid. Rondgaan hier. Nou, zul je net zien. En dan loopt de aanval spaak. Ajax heeft de ruimte daar gevonden of gecreëerd. Langs de rand van het veld. Kans voor Ajax. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Ja, en zo bereikt Kroos geen medespeler. David Neres, voorzet bij de tweede paal. Daar komt die bal, maar ook voorbij Cristiano Ronaldo. Toni Kroos.
Toni Kroos. Anthony Martial. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Van de bal afgezet. Ja, die overtreding is wel gezien. Maar de arbiter geeft de Amsterdammers voordeel. Davy Klaassen. Ze komen weer in balbezit. Paas van Kroos. Maar een interceptie. Anthony Martial. Kroos. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Er raakt nog een speler van de tegenpartij. Hoekschop. Ze krijgen een nieuwe, fitte speler. Die misschien in deze tweede helft nog voor de ommekeer kan zorgen. Toni Kroos met de bal in de 16. De voorzet uit de corner daalt te laat. Niemand kan erbij. Niet gefloten naar die tackle. Voordeel dus voor David Neres. Tja, een overtreding na de andere. Dan is het voordeel voorbij. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. En er wordt nu de aanval opgezet om toch nog die gelijkmaker te forceren. Midden voor het doel gegeven. Goed verdedigd dat schot. Doelpunt, ongelooflijk. Ze krijgen het toch voor elkaar. En daarmee staan ze weer gelijk. Wat een zeldzaam zinderend slot van de wedstrijd is dit, zeg. Ja, dit zijn van die voorzetten waar je als speler van droomt, hè. Je hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. Het gezicht van de trainer staat werkelijk op onweer. Nou, hij kan het niet echt waarderen dat ze hier de gelijkmaker moesten incasseren. Dat was het zesde doelpunt van dit duel. 3-3. 8 minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Real Madrid jaagt tot het allerlaatste moment op de beslissing. Is dit hun moment? Slechte voorzet. De verdediger kan ertussen komen. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. Nu kan de voorzet komen. De aanmoedigingen nemen nu toe hier in het Estadio Santiago Bernabeu. De supporters proberen op die manier Real Madrid alsnog aan een overwinning te helpen. Het moet kunnen, zie je het. Het moet kunnen. Campuzano. Veel te onbesuisd. Gevaarlijk deze actie. Dat moet gewoon rood zijn. Zo kun je iemand zwaar blesseren. Een beslissend moment, net voor het einde van de wedstrijd. Ja, ik weet eigenlijk niet wat belangrijker is, want de scheidsrechter stuurt de man van het veld. Maar de vrije trap is zodanig dat de bal er in één keer in kan. En dan verlies je meteen de wedstrijd. Goeie redding. En hij heeft de bal vast. Militao. 3 minuten extra speeltijd wordt er aangegeven. Met een tackle pakt hij de bal af. Het heidsignaal is niet ver weg meer. Kan Ajax als gered door de keeper. Bal blijft in het spel.
geweldige verdedigende actie. Goed druk gezet hoor. Davy Klaassen. De wedstrijd zit erop. Het is de thuisploeg niet gelukt om dit duel te winnen. En het publiek vindt klaarblijkelijk dat het ook met die rode kaart te maken heeft. Dat moment heeft zeker een rol gespeeld. Maar het lag echt niet aan de scheidsrechter. We hebben kunnen zien dat hij die speler terecht heeft weggestuurd. En we zijn begonnen aan dit avontuur in de groepsfase van de Champions League. Casemiro. Ah, net over. Wat een lul zeg. Trek er overaan. Keeper krijgt zijn vingertop achter de bal en rent. Schiet! Een prachtige uithaal! Oh, wat mooi! En die bal ligt in het net. Fantastische volley! Ja, dit is er een voor het rek. Komt dat schot, zou Hugo zeggen. Heerlijk gekiept door Courtois. Nog steeds gevaarlijk. Ja, hij maakt het doelpunt en weer staan ze gelijk. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Daar is dan toch het gevaar. Ja, goal! In korte tijd gaat ook deze bal erin. Op deze manier gaan ze binnen. Gele kaart voor die actie. Nou, flink over. De aanval van Real Madrid. Dit wordt natuurlijk de gelijkmaker. Real Madrid, een geweldige goal. En zo staat het weer gelijk. Casemiro. Casemiro, een steekpaasje. En met dat doelpunt nemen ze de leiding. Midden voor het doel gegeven. Goed verdedigd dat schot. Doelpunt, ongelooflijk. Ze krijgen het toch voor elkaar. En daarmee staan ze weer gelijk. Hohoho. Campuzano. Op wie de schijnwerpers vandaag gericht zijn. Hij begon het seizoen voortvarend, met veel goals. En zoals u van ons gewend bent, zenden we ook deze wedstrijd live uit. Dus blijf kijken. Goedemiddag iedereen en hartelijk welkom in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam Zuidoost. De wedstrijd staat op het punt van begin. En wat voor eentje. Samen met collega-commentator Jeroen Guter zal ik vandaag voor tekst en uitleg zorgen bij deze wedstrijd. Met vandaag een wedstrijd in de Eredivisie. Wat een wedstrijd wordt dit! Kijk, behoudens de eer staat er helemaal niets op het spel. Dus er is alle reden om lekker vrij uit te voetballen.
Vandaag stuurt de coach van Ajax deze elf het veld op. Het is een overwegend aanvallende opstelling waarvoor de trainer vandaag heeft gekozen. Een 4-3-3. Ja, het is een stuk aanvallender dan het populaire 4-4-2 of 4-5-1. Maar verdedigend ben je met 4-3-3 ook weer iets kwetsbaarder. Dit zijn de elf waarmee de bezoekers van start gaan. Nou, we moeten constateren dat het er vrij verdedigend uitziet. Nee, maar vergis je niet hoor. Met die twee aanvallende middenvelders achter de spits is dit systeem weer net iets minder verdedigend dan een normale 4-5-1. De aftrap is genomen. We beginnen aan de eerste helft. Wat gaat hij nu doen? Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Osman. Lennart T. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Die aanval stuk gelopen. Ze houden de bal niet in de ploeg. Doorgebroken met de bal. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Goed van de bal gezet. Komt steeds meer naar voren. Een succesvolle tackle op eigen helft. Oh, wat gaat hij handig langs zijn tegenstander. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. En die bal wordt goed geblokt door een speler. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Osman. Ze krijgen het balbezit weer. Een leep balletje diep. En met die actie maken ze het eerste doelpunt van vandaag. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling. De afgemeten, nou ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Trappen af bij een voorsprong voor de Amsterdammers. Bal onderschept. Dribbelt verder richting doel. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. De doelman wordt gehinderd, maar pakt die voorzet. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, figuurlijk dan, hè? Want er mogen natuurlijk geen bomen op het veld staan. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Mooi gered, zeg. Oh, schitterend. Normaal gesproken gaat zo'n bal er toch in. Komt de hoekschop in het midden. Gevaar is geweken. De bal is weg.
Zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Ze staan weliswaar achter, maar laten zich niet gek maken. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Hij let goed op en onderschept die paas. David Neres, hij pakt die bal op eigen speelhelft. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Ja, ze verliezen de bal. Einde counter. En daar heeft hij de bal veroverd. Hij schudt de tegenstander van zich af. Gaat dit wat worden? Ja, op het doel. Hij houdt het schot tegen. Schot! Ja, zo'n bal volley nemen is natuurlijk niet gemakkelijk. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. David Neres. David Neres. Het is een mogelijkheid om hem voor te geven. Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. De speler raakt het balbezit kwijt. Lennart T. Slim steekpaasje. Een sublieme redding, zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. En hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. En dat maakt het toch zo knap. En dat levert een formidabele redding op. Voor het doel gegeven. Nee, er zit iemand bij. Wie weet helpt deze corner ze. En met dit doelpunt kwamen ze op een voorsprong. Deze aanval heeft uiteindelijk een prachtige apotheose. Want hij neemt hem vol op de veters. En dan vliegt de bal laag rechts in de hoek. In het midden van de 16. Nog een hoekschop. Al naar het midden. Ik kan die bal wegwerken. Knappe verdedigende actie. En weer in balbezit. En dan de voorzet vanaf de vleugel. De spelers stellen zich op voor de hoekschop. De bal wordt voor het doel gebracht. Davy Klaassen. Hij speelt hem slim. Pakt die bal goed op.
van dichtbij. Op zoek naar uitbreiding van hun voorsprong via deze hoekschop. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Het is tijd voor de rust, zegt de scheidsrechter. Het is 1-0. Dan ga je lekker naar de kleedkamer. In de wetenschap dat je het beste van het spel hebt. Ze zijn niet vergeten zichzelf daarvoor te belonen. Ja, ze lijken er af te steven op de winst. Prima eerste helft van ze. De aftrap is genomen. We beginnen aan de eerste helft. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Een leep balletje diep. En met die actie maken ze het eerste doelpunt van vandaag. Mooi gered zeg. Oh, schitterend. Normaal gesproken gaat zo'n bal er toch in. Slim steekpaasje. Een sublieme redding zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. En hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dat maakt het toch zo knap. De godenzonen gingen rusten met een voorsprong. Ik ben benieuwd wat de tweede helft brengen zal. Daar verovert hij de bal. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. De verdediging lijkt me nog niet klaar voor de counter. Een zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Zou wel eens iets kunnen worden. En eroverheen in de loop. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Ajax kan een vrije trap nemen. Het is tijd voor een wissel. Ryan Gravenberg. Ajax rukt op naar de goal. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Doorgebroken. Alle tijd van de wereld. Hij kon hem zo het doel inwerken. Maar de doelman redt de bal. Ja, en daarmee voorkomt hij een zekere nederlaag. Had deze gezeten, ja, dan hadden ze het kunnen schudden. De bal komt voor het doel. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. Nog steeds aan de bal. Steven Berghuis. Hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Nou, dat scheelde heel weinig, maar mis is mis. En de coach is lichtelijk teleurgesteld dat ze hun voorsprong hier niet hebben kunnen uitbouwen. Hij mag eruit en een verse kracht komt erin. Voor het doel gegeven. Hij werkt hem weg.
blijft aan de bal. Voorzet in de 16. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Davy Klaassen. Doelkans. En er gaat er weer één in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Ja, zo'n kans gaat er natuurlijk altijd in. De doelman valt in dit geval helemaal niets te verwijten. Als een speler het voor elkaar krijgt om daar op zo'n positie de bal te krijgen, ja, dan is het eigenlijk altijd een goal. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. Voor Ajax. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Hij kan mooi doorstomen daar. Bal wordt teruggelegd. Hij houdt het schot tegen. Ajax is de koning van het balbezit hier. En dat zijn we eigenlijk van de Amsterdammers gewend. Ze maken de dienst uit op het middenveld. En als ze de bal al eens inleveren, dan is het van korte duur. Goeie steekbal, hoog gespeeld. En dat is een mooi doelpunt. Ja, dit zou zomaar eens het hoogtepunt van de wedstrijd kunnen zijn, zie je het? Moet je eens kijken. Het begint met die paas. De bal komt achter de verdediging terecht. Uitstekend gedaan. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Goed gezien. Prima werk. Wat gaat hij hiermee doen? Bal naar de spelers in het centrum. Ja, goal! Cool. Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Eens te meer blijkt hier weer hoeveel dreiging je kunt veroorzaken vanaf de vleugel. Hè? Want dit zijn voorzetten die nauwelijks te verdedigen zijn. En dan is het nog niet zo makkelijk, hoor. De rest gaat niet vanzelf. Maar hoe hier wordt afgerekend met de oppositie en hoe de bal in het doel belandt, dat is echt prachtig. Grote tevredenheid hier bij de coach. Ja, hij ziet zijn ploeg de lakens uitdelen op het veld. En zie je het? Dat bevalt hem wel. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Ruim baan op de vleugel. Voorgegeven in het midden. Van die kopbal ligt geen enkele keeper wakker. Nee. Ze zullen echt met wat beters moeten komen. Geanticipeerd op die paas. Ze zit ertussen. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Door die actie is hij de bal kwijt. Komt steeds iets verder. Die bal kan nu worden voorgezet. De bal blijft binnen naar die redding. Nee, die gaat mis. Als je het op een andere manier bekijkt, het is best knap hoor, om hem van zo'n afstand zo ver van het doel te krijgen. Hij faalt hier opzichtig. Sparta wil nu wisselen. Van het is tijd voor een wissel. Nummer 5, Michael Pinto. In plaats daarvan komt nummer 15,
Aaron Meijers. Ryan Gravenberg. Listige steekbal. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast gaan. In de loop gegeven. Blijft aan de bal. Na die tackle is het een inworp voor de tegenstander. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Raakt onderweg een speler en gaat uit. Davy Klaassen. Ryan Gravenberg. Veel belovende paas in de ruimte. Nee, daar schieten ze uiteindelijk niets mee op. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Een kans om te scoren. Behoorlijk ver naast hoor, deze bal. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. Nummer 2, Dirk Abels. En de vervanger is nummer 12, Nalan Jans. Nee, keeper, die hoort niet bij jou. Zo, wat een mooie. Er was geen enkele reden om paniekerig te reageren in deze situatie. Maar de doelman is het spoor helemaal bijster. Hij slaagt er niet in de bal bij een ploeggenoot te krijgen. En een paar seconden later kan hij de bal uit het doel halen. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. 5-0 alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Achter de linie is gestoken. Dit loopt dood, dus geen gevaar voor de tegenstander. Pieter zet er een punt achter. Zegen voor de Amsterdammers. Nou, eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht vandaag. Een makkelijke wedstrijd. Verdiend gewonnen. De aftrap is genomen. We beginnen aan de eerste helft. Hij pakt de bal en begint aan uit te gaan. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Een leep balletje diep. En met die actie maken ze het eerste doelpunt van vandaag.
Mooi gered, zeg. Oh, schitterend. Normaal gesproken gaat zijn ballen toch in. Slim steekpaasje. Een sublieme redding, zeg. En van zo dichtbij ingeschoten. En hij heeft eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. Dat maakt het ook zo knap. Steven Berghuis. Oh, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Davy Klaassen. Doelkans. En er gaat er weer een in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen? Ja, en nu is... Dat is een mooi doelpunt. Wat gaat hij hiermee doen? Bal naar de spelers in het centrum. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Die gaat mis. Als je het op een andere manier bekijkt, het is best knap hoor om hem van zo'n afstand zo ver van het doel te krijgen. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast staan. Een kans om te scoren. Behoorlijk ver naast hoor, deze bal. Nee, keeper, die hoort niet bij jou. Zo, wat een mooie.